Precious Kids! Welkom weer bij een online Precious Kids. Ik ben heel blij dat jij hier weer samen met mij bent. En ik ben zo excited, want ik weet zeker dat God een geweldig woord voor jou heeft vandaag. Voordat we beginnen wil ik je uitnodigen om samen met mij te bidden. Dus open je hart en wees gewoon open voor wat God wil doen in jouw leven. Amen? Kom, laten we bidden. Sluit je ogen en richt je hart op God. Heer Jezus, dank u wel voor deze zondag. Als u ons gezegend heeft met een nieuwe mooie dag. Vader, we verlangen naar u. We verlangen naar een nieuw woord. En we weten zeker dat wanneer we dit woord horen en toepassen in ons leven, dat we wonderen mogen meemaken. In de naam van Jezus. We openen onze harten en we zijn er klaar voor uw woord te ontvangen. Als jij het met me eens bent, zeg dan amen. Amen. Oké. Deze week wil ik je een verhaaltje vertellen. En het gaat over het trouwfeest in Kana. Wat gebeurde daar? Nou, Jezus was daar uitgenodigd, samen met zijn moeder. En Jezus had hiervoor nog niet zoveel wonderen gedaan. Dus de Heer Jezus was nog niet heel populair. Over dat hij de Messias was, of dat hij heel veel wonderen had gedaan. Heel veel mensen kenden hem nog niet. Nou, wat gebeurde er tijdens dat feest? Opeens raakte de wijn of de druivensap op. En dat is zo belangrijk in de Joodse cultuur. Eenmaal toenertijd was wijn heel erg belangrijk, want wijn was eigenlijk het teken van een feest. Dus als dat op zou zijn, nou, dat zou echt heel jammer zijn. Maar vroeger hadden ze nog niet winkels waar ze dat even konden kopen. Of om de hoek even een supermarkt. Dus wat moesten ze doen? De werkers daar waren een beetje in paniek, maar toen kwam Maria, de moeder van Jezus. En ze vertelde aan hen van, Jezus is hier en hij kan een wonder doen. Dus vraag aan hem en luister naar alles wat hij zegt en doe het gelijk, zeiden ze tegen hem. Dus wat zei Jezus? Jezus zei, vul de kruiken met water. En daarna moet je een schepje eruit halen of een kommetje of een bekertje eruit halen en geven aan het leider van een feest. En weet je, deze werkers die daar waren, die deden dat meteen. Ze vulden de kruiken met water en ze gaven het glas aan de feestleider. Wat wel heel gek is, want wat op was, was niet water. Wat op was, was wijn. Maar ze geloofden gewoon in wat Maria tegen hen zei. En namelijk, luister naar Jezus. Dus ze deden het. En toen de feestleider dit glaasje of dit bekertje ging proeven, zei hij, dit is de lekkerste wijn, dit is de lekkerste druivensap die ik ooit heb geproefd. Wauw, dat was dus een van de eerste wonderen die Jezus had gedaan. Geweldig, hè? Wat kunnen we leren uit dit verhaal? Deze maand hebben we het over hoe Jezus of de Heere belooft ons te helpen tijdens verdrukking of wanneer we het moeilijk hebben. Wat moeten wij doen om dat kunnen meemaken? Wat moeten we doen zodat wij ook een wonder kunnen meemaken? Ten eerste, nodig Jezus uit. Amen. Laat hem toe in jouw leven. Laat hem toe in je problemen. Laat hem toe in jouw verdriet. Want hij kan jou helpen. En wanneer je hem hebt toegelaten, luister naar wat hij zegt. Volg wat hij zegt. Wanneer hij bijvoorbeeld zegt, als je verdrietig bent van, of als je net boos bent en je voelt in je hart dat de Heilige Geest tegen jou zegt, ga maar naar mama toe, zeg maar sorry. Of ga maar naar je broertje toe, zeg maar sorry. Terwijl je eigenlijk vindt dat jij niet fout bent. Maar weet je, om een wonder mee te kunnen maken, moeten we loslaten wat wij denken dat goed is. Maar moeten we luisteren naar de stem van God. Amen. Want wanneer we dat doen, geven we de ruimte voor Jezus om een wonder te doen. En als laatste, wanneer wij luisteren naar wat Hij zegt dat wij moeten doen, ook al vinden we het een beetje raar, ook al voelt dat niet logisch voor ons, of ook al willen we het zelfs niet doen, maar we doen het gewoon. Geloof dan dat wanneer we het doen, we een wonder mee zullen maken. Net als deze werkers. Wat op was, was dus niet water, maar wijn. Maar omdat ze zeiden, omdat ze geloofden van, ja, we gaan gewoon doen wat Jezus zegt, was er een geweldig wonder gebeurd.
Dus laten wij dat ook leren. Wanneer wij horen wat God zegt tegen ons hart, of misschien door onze leider, wanneer Teacher Joy iets zegt, of je moeder of je vader. Wanneer we zeggen, ja, ik ga gewoon luisteren. Geloof en vertrouw erop dat God een wonder zal doen. Amen. En ik weet zeker dat wanneer we deze drie dingen doen, de Heere Jezus uitnodigen, zijn plannen en zijn adviezen niet alleen maar gehoorzamen, maar ook geloven in Hem en vertrouwen in Hem, dan zullen we zeker wonderen meemaken in ons leven. Amen. Kom Precious Kids, ik wil je nu uitnodigen om te gaan bidden met mij. Sluit je ogen, richt je hart op Jezus. Vader, dank u wel dat u in staat bent het onmogelijke te doen. U kunt al onze problemen omzetten in wonderen. U kan onze verdriet omzetten in geweldige blijdschap. U kan water veranderen in wijn, Heer. We geloven dat u dat kan doen, ook in ons leven. Over alle situaties waar wij moeite mee hebben of dingen die onmogelijk lijken voor ons. Heer, we vertrouwen het toe naar uw handen. En Heer, we willen ook leren te gehoorzamen wat uw Heilige Geest tegen ons zegt. We willen leren om het niet alleen te gehoorzamen, maar ook te geloven en te vertrouwen op uw kracht. Op uw manier, in de naam van Jezus. Dank u wel voor deze geweldige Precious Kids. Ik geloof dat u zijn of haar leven zal gebruiken. Niet alleen tot zegen van zichzelf, maar ook voor zijn ouders of haar ouders, zijn of haar vrienden, zijn of haar familie. Zodat vele mensen gered mogen worden. Vele mensen mogen geloven in u. En vele mensen mogen genieten van het wonderbaarlijke leven samen met u, Heer. Dank u wel. We zegenen onze pastors. We zegenen onze leider, Gigi Joy. En we zegenen ook onze ouders. We vertrouwen hen toe in uw handen. Dank u wel, Heere Jezus. In de naam van Jezus hebben we gebeden. Als je ook gelooft, zeg dan amen. Amen. Heel leuk dat je er was met mij, Precious Kids. Ik wil je uitnodigen voor onze Jitsi om 2:00 middag, strakjes, samen met Chichi Joy. En ik hoop je daar te zien. En tot volgende week. God zegen. Doei.